Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Applejack. Als je mij al wat langere tijd volgt, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik echt dol ben op rijleggings. Echt, I love die dingen. Dus daarom lijkt het mij leuk om vandaag mijn top 5 rijleggings aan jullie te laten zien. Dus ben je benieuwd? Let's go! Zo, en op nummer 5, dat is deze rijlegging van Applejack. En dit is de Applejack Alex. Ik draag hier een maat 42. Ik wil even vooraf zeggen, ik draag van gewone rijbroeken meestal 40, 42. Daar val ik net een beetje tussen. Maar ik heb gemerkt dat bij rijleggings mijn maten echt zo erg verschillen elke keer. Dus ik heb even alle maten die ik draag, die zal ik even opnoemen ter vergelijking. Dus deze Alex draag ik een 42 en die zat alsnog best wel strak bij mij. Dus dit is een rijlegging die best wel een beetje klein valt. Wat natuurlijk als allereerst opvalt bij deze rijlegging, dat is die toffe luipaardprint met glitter. Ik vind het echt fantastisch en daarom viel hij me eigenlijk gelijk op. Het is een zilveren print en ik heb hier de zwarte legging aan, maar hij is er ook verkrijgbaar in het blauw en dan is de print ook zilver. Het is echt een rijlegging. De legging heeft geen knoop, maar hij heeft wel riemlusjes. Dus je kan er wel een riem doorheen doen. En op zich is dat niet per se nodig, want het is best wel een strakke legging. Hij zit ook hoog, dus hij blijft in ieder geval bij mij heel goed aangesloten zitten. Maar de riemlusjes kun je wel gebruiken als je het natuurlijk gewoon mooi vindt om een riem eromheen te doen. Een mooi glitterriem bijvoorbeeld. De onderkant van deze rijlegging is wel zeg maar zoals een rijbroek met van die elastische inzetten. En op zich zit dat heel fijn. Maar je ziet bij rijleggings wel vaak, dat zal je straks in andere modellen die ik nog ga laten zien wel zien. In rijleggings zie je vaak dat de onderkant juist meer een beetje als een sportbroek is. En het idee daarachter is natuurlijk dat als jij met je sneakertjes draagt, dat het ook gewoon eigenlijk uitziet als een sportlegging. Maar deze heeft dus wel inzetten zoals een rijbroek. Maar het voordeel daarvan weer is dat die super goed bij je been blijft zitten en ook in je laars gewoon heel lekker zit. Deze rijlegging kost €84,95 en is verkrijgbaar van maat 34 tot en met maat 44. Maar ik vond hem dus wel iets wat klein vallen. Zo, en op nummer 4 gelijk ook de duurste uit het rijtje. Dat is deze beauty van Piqueur. Deze heette Piqueur Hanna. En wat bij mij gelijk opviel, waarom ik hem zo super tof vind, is die hele brede band met glitters. Die band zit over je hele buik, maar hij loopt niet helemaal door naar de achterkant. Want daar zit dan weer een zakje waar je een kleine telefoon of wat spulletjes of zo in kan doen. Ik heb hier de donkergrijze legging aan, maar hij is ook verkrijgbaar in het wit en in het donkerblauw. Ja, ik vind die glitterband erop, die mooie brede glitterband, vind ik echt heel tof. En wat ook echt een supergoed voordeel is, vind ik, aan deze legging, is dat hij twee steekzakken heeft waar ook echt makkelijk mijn grote iPhone 7 Plus in past. En ik zeg het heel specifiek wat voor telefoon ik heb, omdat dat echt een heel grote telefoon is. En zelfs die past erin. Dus ja, dat is echt super fijn aan deze rijlegging. Deze rijlegging heeft niet zo'n elastische instap bij de voeten. Dus die heeft meer een soort sportbroek onderkant. Maar er zit wel gewoon heel mooi aangesloten. En er zitten ook niet echt hele dikke naden, waardoor je er bijvoorbeeld last van kan krijgen in je laarzen. Enige mindere puntje aan deze legging is de prijs. Hij is €149,95. Dus dat is wel flink aan de prijs. Maar goed, daar heb je wel een Piqueurbroek voor. En Piqueur staat natuurlijk wel gewoon bekend om kwaliteit en om super mooie producten zoals deze legging. Dus dat is het dan ook alweer waard. Ik draag hier een maat 40 en deze broek zit mij heel comfortabel. Dus ja, ik kan wel zeggen dat hij in mijn perspectief goed op maat valt. En hij is verkrijgbaar van maat 34 tot en met maat 42. Zo, en op nummer 3 van mijn favoriete rijleggings is deze van Kuur. En dit is de Kuur Haley. Ik draag hier een maat 42. En ik moet zeggen dat ik deze wel ook nog wat strak vond zitten. Dus deze legging valt heel echt wel een stuk kleiner. Ik vond deze, ja, voor het mooie had ik misschien nog wel een maat groter aangekund. Hij past wel, maar wel wat strak. En dat zie je ook gelijk eigenlijk aan de achterkant. Je ziet wel een beetje dat mijn ondergoed wat doorschijnt. En zelf vind ik dat zelf niet zo heel prettig bij rijbroeken of rijleggings. Komt omdat dit een wat dunne stofje is, wat tegelijk ook heel fijn zit, want hij is heel zacht. Het is niet zo'n glimmend strak sportstofje, maar het is meer een beetje zo'n zachte sportbroekstofje. Ik denk als je de beelden bekijkt dat je wel een beetje weet wat ik bedoel. Maar het voordeel daarvan is dat het heel zacht is, heel comfortabel. Nadeel wel iets dat het dun is en dat dus je snelle kans hebt dat je ondergoed doorschijnt. En ook omdat deze broek mij wat strak zat, zie je dat wel gewoon. De band van deze rijlegging is iets minder breed dan bijvoorbeeld die van die Piqueur. Maar hij zat wel gewoon mooi. Hij bleef mooi zitten en hij sloot mooi aan. Twee hele grote pluspunten. En dat waarom deze legging dus ook voor mij op nummer 3 staat. Is ten eerste dat er echt een grote zak zit op mijn been. Waar echt makkelijk ook weer mijn grote telefoon in past. En ik vind een zakje op je been echt ideaal. Omdat dan met rijden gewoon je telefoon erin kan doen. En het echt niet in de weg zit. En ten tweede, deze rijlegging heeft een volledig siliconen zit, maar hij heeft op de knieën geen naad.
zoals je ook wel op de beelden kan zien. En dat vind ik heel fijn, want soms heb ik wel eens dat die dan precies op mijn knie zit, die naad van die siliconen vlak. En dat kan best wel zeer doen. En deze heeft dat dus gewoon niet. Dus dat is echt ideaal. Daardoor heb je echt heel veel bewegingsvrijheid. Deze Rylacking Cure Heli die kost €79,95. En dan op nummer 2, een van mijn allermeest favorietste merken als we het hebben over Rylackings. En als je mij wat vaker langer volgt, bijvoorbeeld op Instagram, dan weet je dat misschien ook wel. Dat is namelijk Kingsland. En dan met name de Kingsland Carina. Zo heet deze Rylacking. Als je bijvoorbeeld op applejack.nl zoekt op Carina, dan krijg je heel veel soorten. Want ze hebben eigenlijk heel veel soorten Rylackings onder deze naam. Modellen zijn vaak hetzelfde, maar de looks zijn anders. En je hebt Rylackings met kniegrip of zoals deze met een volledig siliconen zitvlak. Wat ik zo fijn vind aan deze Rylacking is ten eerste de superhoge en strakke band. Nou ja, strak. Hij sluit echt heel mooi aan en het is een hele brede tailleband, dus daardoor blijft hij gewoon heel goed zitten. Ik vind het materiaal van de Kingsland leggings heel fijn. Het is niet super glimmend, maar gewoon heel comfortabel, heel zacht en trekt mooi mee. En het blijft gewoon heel mooi in model, ook als je hem echt wat langer draagt. Of als je hem vaak wast. Wat ik specifiek aan deze legging leuk vind zijn die lichte inzetten. Vind ik gewoon een mooie kleur en een mooie combinatie met het donkere van de legging zelf. En dat geeft gewoon een leuke uiterlijk. Waar je wel bij Kingsland leggings altijd even op moet letten of even moet ervaren, is dat als je de legging hebt met volledige siliconen zitvlak, dat dat echt wel een heftige siliconen print is. Dus er zit echt heel veel grip op. Heel veel plak eigenlijk en dat moet je wel lekker vinden. De onderkant van deze legging is weer zoals een sportbroek, dus het heeft niet van die elastische inzetten. Maar wederom blijft deze ook gewoon heel mooi zitten. En enige nadeel van dit soort Kingsland leggings is dat er helemaal geen zakken in zitten. Dus niet zo'n telefoonzakje op je been, niet een klein zakje met een ritje achterin, gewoon helemaal niet. Dus ja, dat is dan een keuze, denk ik, dat zit er bij deze niet op. De Carina leggings draag ik meestal een maatje 38 of een maatje M, dus die vallen over het algemeen weer iets ruimer. En dan als laatste op nummer 1. En dat is deze rijlegging van Applejack. En dit is de Applejack J-Balloon. Wat ten eerste deze rijlegging heel leuk maakt, vind ik, is de prijs. Hij is namelijk €64,95 voor damesmaten. En dan heb ik het over maat 36 tot en met 46. Dus dat is lekker ruim. Maar hij is ook speciaal in kids maken. En dan betaal je er €59,95 voor. En dan is hij verkrijgbaar in maat 140 tot en met 176. Daarnaast vind ik de looks van deze legging gewoon heel erg leuk. Ik hou heel erg van donkerrood of bordeauxrood. Ik heb zelf ook een shirtje en een dekje en allemaal spullen in die kleur. Dus ik vind het ook heel tof dat de accent op deze rijlegging donkerrood is. En het is natuurlijk ook gewoon een hele hippe rijlegging. Want je ziet natuurlijk best wel veel op straat dit soort broeken met van die sportieve strepen aan de zijkant. En ik vind het gewoon heel leuk dat deze legging dat ook heeft. Het stukje bij de knie, dus van de grip waar de silicoon zit, is wederom ook weer naadloos. Dus dat is super comfy, heel fijn. Deze legging heeft verder geen telefoonzak op je been, maar wel een klein zakje aan de achterkant met een ritje. Dus daar kan je dan een kleinere telefoon in doen of sleutels of zo. Ik zelf draag van deze legging hier de maat 40 en die zit bij mij goed. Dus ja, deze valt eigenlijk redelijk normaal op maat. Zo, en dat waren mijn top 5 rijleggings. Ik hoop dat je het leuk vond. Op het moment dat deze video online komt, dan komen langzaam alweer de nieuwe wintercollecties in de winkel. Dus er bestaat kans dat er weer straks een hele nieuwe rijleggings hangen. En dat ik weer in Applejack kom, dat ik denk van oh my god, nog weer nieuwe. Maar voor nu is dit dus even mijn top 5 en ik hoop zeker dat je het leuk vindt. Ik ben ook wel even benieuwd of jij ook zo fan bent van rijleggings. Of dat je het juist helemaal niks vindt. Want ja, ik heb zo'n idee van oh, dat vindt iedereen toch geweldig. Maar voor hetzelfde geld zeg jij van nou, dat is niet aan mij besteed. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laat jouw mening hieronder in de comments achter. Dan lees ik dat. Vind ik super leuk. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie zeggen. En dan voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jou heel graag weer een volgende keer. Bye!